Zullen we een reukvideo maken? Ja, ja, dat gaan we een keer doen, Kaat. Met allemaal planten die bijzonder ruiken. Nou, hier kan je dus niet even bijlopen. Hè? Dat gaat niet. Je moet terug en je moet ruiken aan deze plant. Dit is de Viburnum burkwoodii. Uh, wintergroene struik. Uh, dat is al top natuurlijk. Uh, de Nederlandse naam is sneeuwbal. Maar er zijn heel veel soorten Viburnums. Die ze allemaal sneeuwballen noemen. Dus, uh, als je deze echt wil hebben met die heerlijke geur, dan moet je zoeken naar de Fibonem Burk Woody. Maar oh, ze ruiken niet allemaal? Nee, nee, je hebt ook sneeuwballen die niet ruiken. Nee, oh. nee zeker. Um, maar wat, ja, wat zo bijzonder is, kijk, hij bloeit in maart, april. Nou, top. Wordt hij groen. Ja, het blad is niet zo heel bijzonder eerlijk gezegd. Het is een beetje, beetje doffig. Ja, het, dan, daarna is het een beetje een saaie struik. Totdat het najaar wordt. Want dan kan hij nog een keer gaan bloeien. En dan denk je: yes, dit is een plant die ik echt in mijn tuin wil hebben. Hij wordt ongeveer 2 bij 2 meter. Past dus ook gewoon in een kleine tuin. Je denkt: dan, ja, 2 bij 2 meter. Als je dat als plant in de woonkamer zet, is het de grote plant. Zet je zoiets buiten neer, valt het eigenlijk een beetje weg. Valt allemaal reuze mee. Niet bang zijn voor een beetje massa en hoogte in je tuin. Doe het ook heel goed aan de kust. De zandgronden, de geestgronden, daar doet dit het ook heel goed op. En als je een grond hebt of een leemgrond, een klein beetje luchtiger maken, wat potgrond erbij, wat compost en dan. Hè, krijg jij dit in je tuin? Ja. Maar is het zeker dat hij ook in het najaar bloeit? Of moet je hem dan extra kietelen? Nou, nee, kijk, belangrijk is wel dat je planten gaat voeden. Daar hebben wij natuurlijk al, al zo vaak over daarover. Planten voeden is heel belangrijk, want met voedingsstoffen kan hij weer nieuwe knoppen aangemaakt, kan hij meer blad maken, wordt hij niet ziek, zwak of misselijk. Dus voeden blijft belangrijk. Maar de Verburk bur, Woody mm -hmm. staat er wel onbekend dat hij vrij makkelijk twee keer per jaar kan bloeien. Nou, dat is een uh, lot, lot of flower voor je. Dan Daar gaan we ook een keer een video over maken. Niet alleen over geur, maar ook over planten die twee, en ik weet zelfs planten die drie keer per jaar gaan bloeien. Daar gaan we het ook een keer over hebben. Oké okay, dan.